Nou, dat is leuk. Willen we net boodschappen gaan doen? Rij ik tussen de parkeervlakken in. Goedemorgen, het is dinsdag en ik was de hele tijd bezig met Sarah, die was bezig met school, dat is half af nu, ik ben wel aangekleed, ik heb weer mijn trui aan van Warehouse en ik baal dat ik weer een trui aan heb, maar het is gewoon niet warm meer, mijn blauwe pantalon van Imber en mijn sneakers, we moeten zo even heel veel dingen buiten de deur doen, ze de vriendinnetjes jagen, dus dan gaan we een cadeautasje langs brengen, de andere vriendinnetje zit al heel lang echt in quarantaine. Die moet om gezondheidsredenen echt heel voorzichtig zijn. Daar had ze al een cadeautje voor verzonnen. Maar we hebben op één foto die daarin moest best wel lang zitten wachten. Dus die brengen we ook zo langs. Dan moeten we boodschappen doen. En ik moet wat dingetjes bij de Action halen. En ik heb opgespaard wat ik daar allemaal wilde halen. Maar ik heb nu dingen die ik echt moet halen. Dus dan halen we al die dingen hup in één keer. Dus als Sarah zo aangekleed is, dan gaan we naar de auto en dan gaan we even al die dingetjes doen. En als ze terugkomen, kan ze de andere helft van de school doen. Maar dan kan ik daarna verder, want dan kan ik ook vast gaan koken en zo. Ik maak pas soep vandaag. Daar heb ik echt heel erg trek in. Maar dat kan ik nu natuurlijk nog niet, omdat ik het niet in huis heb. Dus ja, zo wel. We hebben even change of plans. We zouden eerst de cadeautjes doen, maar de vriendinnetje ging net de deur uit, las ik. Dus we gaan nu eerst Action, dan de cadeautjes doen en daarna boodschappen doen. Dus we hebben de volgorde gewoon even veranderd. Ik zat te denken, eerst gaan we naar de winkel en dan gaan we pas naar de andere winkel en dan gaan we de cadeautjes brengen. Nou, maar dan zit ik met de boodschappen de hele tijd in de auto en dat vind ik niet zo'n goed idee met de koude dingen. Dus daarom gaan we het nu zo doen. Action, hoeven we niks te halen wat houdbaar is. Dus die gaat eerst. Dat heeft ook met de rijroute te maken. Dat ik die dan beter doorkom. Want anders ga ik kriskras. En nu kan ik zeg maar een mooi rondje rijden. En daarna, dus die volgende. Dus dat komt het beste uit. En zo gaan we het doen. Ja, daarna gaan we naar huis. En dan het laatste beetje schoolwerk. En als de tijd over heeft, kan ze nog even lekker fietsen buiten. We hebben twee nieuwe vriendjes, Robin en Ajax. Ja. De Action overleeft. Nou, wat een drama, echt. Maar goed, we gaan nu naar vriendinnetje 1 en even een tasje brengen en dan naar vriendinnetje 2. En ik weet niet of vriendinnetje 1 ook wat heeft voor vriendinnetje 2, dus dan kunnen we dat in ieder geval gelijk meenemen. Oh, ze is al bij de deur, die is wel aan het aankloppen. Hebben ze ook een beer voor de berenjacht? Dat is leuk. Het was een heel groot succes. Ze was zo blij en ze had een fotootje van samen ingedaan die ze op de nachtkastje kan zetten. Zodat ze kan herinneren dat ze een vriendin heeft die aan de dek. Dus super, super schattig. En we hebben gelijk een kaart en een tekening voor Livia. Die is jarig meegenomen, dus dan kunnen we zeg maar ons cadeautje en de kaart en de tekening ook weer doorbrengen. Dus dat is helemaal leuk en daar gaan we nu weer naartoe. Nou, dat is leuk. Willen we net boodschappen gaan doen? Rij ik tussen de parkeervlakken in. Rijdt er een auto zomaar naar achter, bam. Dus we hebben net schadeformulieren in staan vullen. En nu gaan we dan eindelijk boodschappen doen. En het is zo laat ondertussen. Het is gewoon al bijna 4 uur. Want het duurt nog even. En oh, echt top. En mijn batterij is bijna leeg. En daar staat mijn boodschappenlijst op mijn telefoon. Dus dat gaat ook weer wat worden. Oké, we zijn thuis. Echt wat een drama vandaag. Natuurlijk eerst die aanrijding. Toen duurde het weer echt super lang bij de Jumbo. Ik moest zo erg naar de wc. En mijn batterij was al niet heel vol. En toen moest ik al die foto's maken. Met die aanrijding. En toen was die natuurlijk helemaal niet meer vol. En ik moet nou echt snel de soep op gaan zetten. Dus ik ga nu en soep opzetten en mijn boodschappen opruimen. En laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Zo, bear with me. Het komt allemaal goed. Maar ik moet het even allemaal snel doen. Maar ik wil het toch laten zien. Dus ik ga eerst even die soep op het in de pan allemaal gooien. En dan ondertussen verder even melk en yoghurt weg. Even in de koelkast.
Zo, en dan water in mijn pan. Kan ik die gelijk aan gaan zetten. Ik heb in ieder geval voor 3 dagen boodschappen, dus dat is wel fijn. Het is echt zo lastig af en toe om aan je boodschappen te komen. Echt weer zoveel dingen waar ik op misgrijp. En terwijl er heel veel staat, maar schijnbaar heb ik gewoon de dingen nodig die er niet zijn of zo. Ik weet niet wat het is. Maar goed. Ik had wel geluk, want ik dacht dat deze niet stond. Maar het laatste doosje van mijn thee. Paprika's voor de lasagnette van de week. En pakjes. Met buitenspelen zijn die pakjes wel makkelijk. Ik zal ze even naar buiten nemen. Gaan boeren groentjes maken. Dus ja, maar de dingetjes zijn buiten. Ja, en dan moet jij snel je school afmaken. Dan kan je erna. Ik gebruik altijd deze boerengroentsoep als ik vanuit een pakje maak. En dat vind ik een hele lekkere basis. Lekkerder dan de gewone groentesoep. En dat is gewoon, ja, bouillonblokje. Ik doe daar 1 extra bouillonblokje bij. Want wij eten best wel een gevulde soep. En ik vind als je er dan minder in doet, dan door al die vulling, dan heb je heel weinig bouillonsmaak nog erin. En soms doe ik ook wel vlees helemaal laten trekken en zo mijn eigen bouillon maken. Maar... ja, alleen als ik daar echt de tijd voor heb. Yo, dit weer even aan de kant. En zet ik de pan aan. Ga ik even laten zien wat ik allemaal gekocht heb. Oké, wat heb ik allemaal gehaald? Deze kon ik niet laten liggen. Dit zijn van die oefensnoepjes. Vind ik helemaal briljant. Schuurpapier, want de tafels worden hier natuurlijk ook een andere kleur. Daar heb ik ook nog 2 extra verfbussen voor meegenomen. Je moet altijd geluk hebben dat ze staan. Een nieuwe paletborstel, want die wil ik vervangen. Een nieuwe barbecueborstel, want die van ons is spoorloos. Ja, gewoon van dit soort dingen. Dit is voor de badkamerreiniger. Dat is niet boeiend. Bio vuilniszakjes. Dan ja, tape, maar dat is ook allemaal echt niet boeiend. Wat wel leuk is, ik heb deze gehaald. Die zag ik, die leek me echt heel erg lekker. Van Aroma di Rotigo. En dit is Mixed Berries. En dit zijn ook van die geurstokjes. Ik heb daar weer helemaal een tik mee. Van deze dingen. Dat had ik vroeger ook. En toen heel lang niet. En nu dus weer wel. En ik heb echt een heleboel maskers gehaald. We hebben deze. Ze vond ik er wel heel grappig uitzien. En dan heb ik nog een paar maskers van... de Mask Doctor, deze Seaweeded, Biocellulose en Collageen Plant Based. Dan heb ik de Bamboo Caracol. Ben ik heel benieuwd naar. Dit is volgens mij een zwarte. Zullen we kijken wat die gaat doen. Dit zijn allemaal sheet maskers trouwens. Deze wilde Sarah heel graag, dus die heeft een plaatje erop. En het is iets met een selfie mask of zo. Ik dacht dat je ook ergens iets kon scannen of zo, maar ik weet niet precies helemaal. Nee, het is gewoon dat je een selfie kan plaatsen en dan likes krijgt. Oké. En ik heb deze komkommer oogmaskertjes in de hoop dat... ik heb vrij donkere kringen altijd en dat wil ik echt heel graag weg. Dus ik hoop dat deze misschien daar iets voor gaan helpen. Dus deze heb ik ook meegenomen. En, oh, dat heb ik niet meer. Dat ga ik nog even pakken, want ik had nog meer dingen. Oké, daar ben ik weer. Dan hebben we, en dat zijn er 3, maar ik heb er 1 even om te laten zien. Sarah heeft dadelijk met de verjaardag een vlinderthema. Dat duurt nog wel even, maar ik kijk altijd wat we al vinden. En hebben we deze. Hier kunnen dus kaarsjes in. En daar hebben we er 3, dus die kunnen we dan heel leuk neerzetten. En in diezelfde sferen hebben we ook nog zo'n schaal meegenomen. Want deze is dus ook met vlinders. En daar hadden we er al 1 van. En die zijn daarna toch ook nog heel goed te gebruiken. Dus dat is goed. Ik vond nog 2 fotoalbums. En aangezien ik me natuurlijk zo druk aan het inplakken ben. En dan mis je... oh, ik zie alweer waar ik het gelegd heb. En dan heb ik nog deze leuke spiegel gehaald. Die is voor de slaapkamer. Ik heb een kastje, daar wilde ik een spiegel boven. Dus die heb ik nu ook. En ja, dat was wat ik gekocht heb. Ik ga dat even opruimen. Balletjes in mijn soep doen. En dan gaan we de tijd weer een beetje inhalen, want het is 4:15 en ik wilde echt om 2 uur of zo terug zijn. Dus we liggen zwaar achter op schema vandaag. Echt, maar ja, dingen liepen natuurlijk even wat anders en dan ook nog een aanrijding. En
alles duurde langer en we kwamen bij vriendinnetje 2 precies aan toen ze een videobelafspraak hadden met school. Ik wist die tijd, maar ja, we waren daarna onderweg. Dus om dan een kwartier tussendoor wat anders te gaan doen, dat had ook niet echt veel zin of heen en weer rijden. Maar goed, ik ga even opschieten, want anders ben ik niet op tijd met de soep. Nou, het is me gelukt. Ik heb en soep gemaakt en spullen opgeruimd en de verzekering gebeld en bij het schadebedrijf melding gemaakt en een afspraak. Dus Marco is ook elk moment thuis en dan kunnen we gaan eten. En ik heb echt honger, want ik heb eigenlijk daardoor vanmiddag niks meer gegeten. Want we waren zoveel later thuis dan de planning was. Dus het is 5:30, 6 bijna. Dus ik denk dat ik gewoon vast wat inschep. Dat Marco dan daarna maar gaat eten, want ik heb gewoon te veel honger. Ik ga weer een stukje verder ook met in huis. Want deze eettafel die is echt helemaal verziekt. Er zitten bijvoorbeeld dit soort dingen op van het tekenen. Maar ook allemaal, hier is de verf eraf. Hier zitten allemaal van die gaten en deuken in. Hier is er al trouwens een gevuld. Die moet nog gescheurd worden. De hele tafel moet gewoon gedaan worden. Dus ik ga hem nu schoonmaken. En ik heb vloeibaar hout. Dan ga ik vast alle gaatjes doen. Dan kan dat goed uitharden. En donderdag gaan we de tafel schuren en dezelfde kleur als de stoelen maken. Daar moet, die andere tafel moet natuurlijk ook in die kleur. Dus ik ben in mijn tube aan het knezen. Ik denk dat staat het te doen. Dan ga ik hem nu eerst zo goed schoonmaken. Dan mijn tube nog even verder kneden. En dan ga ik even alle gaatjes vullen. Dan kan dat vast goed gedroogd worden. En dan kan die donderdag helemaal uitgehard gewoon goed gescheurd worden en gespoten. Je ziet het gewoon niet op de camera. Oh, is het ook weer lekker scherp, zie ik. En dan komt het lekker uit mijn woorden. Maar hij heeft allemaal van die vage plekken nu. Maar goed, dat mag even in gaan drogen als je het een beetje ziet. En dan komt dat van de week helemaal goed. Of juist goed zelfs. Oh, ik heb zo geen zin meer om iets te doen. Dus ik lig lekker op de bank. En ik ga denk ik even een filmpje kijken. Daar heb ik wel zin in. Hi. Kijk, ik heb hier mijn poezekind. Maar hallo allemaal. Nee, wil je niet? Kom je? Hallo. Nou, het is alweer veel te laat. Ik heb net de film Focus gekeken met Will Smith op Netflix. Vond ik best wel een grappige film om te zien. Dus als je wilt deze periode, is die in ieder geval leuk om te kijken. En ik ga nu even vaatwassen aanzetten en de laatste dingetjes opruimen. En dan ga ik lekker weer slapen, want het is weer eens veel te laat. En op tijd naar bed gaan. Oh, wacht. Ik doe altijd de vatwasborstel erbij als ik de vaatwasser opzet. Want dan blijft die best wel mooi fris. En dat vind ik best wel fijn. Zo, vaatwasser op de goede manier aan. En ik ga lekker mijn bedje in. Dus ben je niet geabonneerd? Abonneer hieronder even. Maak je me heel blij mee. En duimpjes, reacties, superleuk. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!